Vandaag is het Palmpasen, de Palmzondag. Dit is de zondag voor Pasen en tevens het begin van de Stille Week. Op Palmzondag herdenken wij dat Jezus een feestelijke intocht hield in Jeruzalem. Het Bijbelverhaal van Jezus' intocht vertelt over een man die als een koning wordt binnengehaald op een ezel. Hij komt niet statig op een paard aan, maar op een kleine ezel. Dit doet hij om te laten zien dat hij anders is dan andere koningen. Jezus is een nederige koning. Niet op een paard, maar een vredeskoning zittend op een eenvoudige ezel. Dit was al door de profeten voorspeld. Omdat het verhaal over een ezel gaat, sta ik hier bij Igor. Dat is een ezel op de stadsboerderij De Nijkamphoeve. In het verhaal van Palmzondag heeft de ezel een hoofdrol. Er bestaan echter wel heel veel vooroordelen over ezels. Ezels zouden dom zijn, koppig. Dat klopt helemaal niet. Want ezels zijn intelligent, rustig, lief en erg verstandig. Ze werken hard, ze geven niet gauw op en hebben een enorm doorzettingsvermogen. In het volgende verhaal komt de ezel in de hemel ook ezelsbruggetjes tegen. Een ezel is nergens bang voor. Leg bijvoorbeeld een plank over een ravijn neer en hij loopt er zo overheen. Dat doet hij zonder aarzelen en zonder angst. Zo heb je een eenvoudige, kortere manier om ergens te komen. Wij gebruiken het woord ezelsbrug om iets te onthouden. Een makkelijkere manier om iets makkelijk te onthouden. Een geheugensteuntje. Dus ezelsbalken. Dat klinkt minder mooi dan het gehinnik van een paard. Het balken klinkt hard en luid. Ze doen dat omdat ze roepen, omdat ze zich alleen voelen of aandacht willen. En belangrijk, ze balken ook als ze honger hebben. Er is nog iets wat je bij elke ezel ziet. Een witte vlek op zijn neus. In het volgende verhaal hoor je hoe die daar aankwam. De kameel keek wazig in de verte. Hij dacht na. Of zoals hij het zelf zei, heel voornaam, ik overdenk de raadselen van het leven. De kameel vond zich heel knap. Ik heb wel twee bulten, schepte die op. Een wiskundeknobbel en een talenknobbel. Wie kan mij dat nazeggen? Vandaar dat hij liever over de raadselen van het leven nadacht, dan dat hij mensen vervoerde. Laat staan zware vrachten. Kamelen zijn eigenlijk best wel lui. Het paard stapte statig rond. Trots liet hij zijn manen en zijn staart wapperen in de wind. Hij vond zichzelf heel edel. Niet dat hij dat zelf had bedacht, dat zeiden de mensen over hem. Een paard is een edel dier. Het paard was het daar helemaal mee eens. Daarom keek hij nog eens in het spiegelende water, trots op zichzelf. Hij was duidelijk gemaakt om koningen te dragen en voor koetsen met prinsessen te staan. En, als het moest, op het land van rijke boeren te werken. De ezel vond zichzelf helemaal niet knap en ook niet edel. Hij schepte niet op over zichzelf en hield maar liever zijn mond. Hij wist maar al te goed dat zijn vreemde gebalk zelfs een bejaarde marmot uit zijn winterslaap kon wekken. Als hij in het spiegelende water keek, zag hij een gezicht met een lange neus en lange konijnenoren. Koningen zou hij niet dragen en nooit voor de koets staan. Hij liet ze gebruiken om op het land van arme boeren te ploegen. Hij droeg alles wat te dragen viel. Brandhout, kinderen, zwangere vrouwen, zieke mensen. Vaak was zijn last zo zwaar dat hij haast door zijn pootjes heen zakte. Geduldig als een ezel kan zijn, hield hij altijd vol. Niemand lette op de ezel, behalve de hemel. De engelen zagen hoe hard hij moest werken, elke dag. Vandaar dat ze besloten dat hij beloond moest worden met een plekje in de hemel. Daar zou hij eindelijk eens kunnen uitrusten van al zijn gezoek. De engelen zorgden op een goede dag dat de ezel langs de deur van de hemel kwam. De ezel was natuurlijk nieuwsgierig. Hij kwam dichterbij en duwde met zijn neus de deur een eindje open. Hij keek naar binnen en zag de hemel. Weiden met heerlijke klaver, een heerlijk bed van stro, zachter dan het bed van een prinses.
beekjes met helder, koel drinkwater. Met eroverheen allemaal ezelsbruggetjes. De ezel kon zijn ogen niet geloven. Hij stond op het punt om naar binnen te gaan en om te genieten van al dat heerlijks. Ineens bedacht hij zich. Wie zou straks Maria met het kind in haar buik naar Bethlehem brengen? Wie zou straks de barmhartige Samaritaan helpen om de gewonde man naar de herberg te brengen? En was het niet op een ezel dat Jezus Jeruzalem zou binnenrijden, vlak voor het Pasen? De ezel hield zich in. Na nog even te hebben geaarzeld, keerde hij zich om en vervolgde zijn weg door de wereld. Hij had er nog zoveel te doen. Zo ging de ezel door met zijn oude leventje. Toch was er iets veranderd. Toen de deur naar de hemel op een kiertje openstond en de ezel naar binnen keek, was er een hemels licht op zijn neus gevallen. Dat licht had de neus van de ezel wit gemaakt. Tot op de dag van vandaag is zijn neus wit gebleven. Het is een ereteken voor de ezel, die zo trouw Jezus en zoveel anderen gedragen heeft. In dit verhaal heb je al gehoord dat in de Bijbel vaker ezels voorkomen. Een ezel of een paard. In het verhaal van Palmpasen heeft de ezel de hoofdrol. Wie op een paard zit, troont boven de mensen uit. Maar wie op een ezel zit, steekt nauwelijks boven de mensen uit. Vandaag vieren we dat Jezus Jeruzalem binnentrok, niet hoog te paard, maar laag op een ezel. Gewoon te midden van de mensen. Een koning niet beroemd om zijn macht, maar om het goede wat hij deed. Dat is het feest van Palmpasen.